ontzettende gezellige drukte in de oude graanschuur. Nieuw gemaakt bij de Modezelder in Hoge Zwaluwe. Want er is een ontzettende leuke expositie waar verschillende kunstvormen bij elkaar gebracht zijn. En wie zit daar nou achter? Een van de dames daarachter is Miranda Brouwers. Jij bent van? Kunst in Drimmelen. Ja, en jullie hebben samen met fotogroep Perspectief en met Toonart hebben jullie dit initiatief genomen. En het is volgens mij een van jullie eerste grotere acties naar buiten toe. Want hoe lang zijn jullie al bezig? We zijn ongeveer een jaar bezig nu met kunst in Drimmelen. En we proberen met kunst iedereen aan elkaar te verbinden. En dat is een breed begrip. Iedereen die het als hobby uitoefent of professionele kunstenaars. Nee, het is heel laagdrempelig. Iedereen kan meedoen. Dus kunst verbindt. Dus dat kan theater zijn, maar dat kan ook schilderkunst, fotografie. Dus vandaar ook deze samenwerking. Ja, foto's zijn er gemaakt, zijn ingestuurd en daar hebben kunstenaars op kunnen reageren in verschillende werkvormen en technieken die er bestaan. Misschien wil jij met mij meelopen naar een van de kunstenaars. Want jij kent ze beter als ik volgens mij. Ja, leuk. Miranda, jij hebt ons gebracht naar een dame uit Laag Zwaluwe, begreep ik. Ja, want mensen echt alle kerkdorpen, het is ongelooflijk hoe actief mensen zijn en hoeveel verschillende dingen ze maken. Stel ze even voor, Miranda. Nou, dit is Celine van de Heuvel en die heeft een foto gekregen van Kop van Zuid, waar een weerspiegeling in een ruit is eigenlijk, waardoor alles vervormd is. En Celine heeft daar helemaal haar eigen draai aan gegeven. Nou, Celine, ik vind het leuk om van jou te horen. Hoe is het nou gegaan? Kon je zelf een foto uitkiezen of niet? Nee, je kon niet zelf een foto uitkiezen. Dus hoe lang heb je daar nou op zitten kijken en broeden van wat moet daar nou mee? Of had je wel meteen een idee? Ja, ik zeg, ik ga het helemaal naschilderen. Ik zei, dat vind ik zo leuk. Een uitdaging, hè? Ja. Want het is niet zomaar schilderen, want als ik het aan mag raken, er zit ook van persplex, heb je er eigenlijk een ruit voor gezet. Ja, dat klopt. Ja, dat heb ik gedaan. Voor een reflectie om te krijgen. Ja, om die reflectie, want hier ook met al dat licht. Het is net of je voor een echt gebouw gaat waar de zon in schijnt en waar je die reflectie ziet. Annemiek de Bond, jij komt uit Wagenberg. En bij dit werk, je hebt ook een foto toegestuurd gekregen. Was het voor jou ook een verrassing? Het was voor mij ook een verrassing. Ja, het was echt een verrassing. Want ik... Heel ander onderwerp als ik zelf ooit gekozen zou hebben, ja. Maar ja, dat zet je dan stil of kom je juist in beweging? Kom je door in beweging. Ja, en dat was ook mijn reden om mee te doen met dit initiatief. Om buiten mijn eigen comfortzone te komen, ja. En kun jij vertellen welke technieken je gebruikt? Dit is acrylverf en ik heb papier. Krant en papier erbij gebruikt. Ja, oké. En die heb ingekleurd met kleurpotlood en erin geplakt. Ja. Ja, mooi, want dit is weer een hele andere techniek. Het is hele fijne, het lijkt wel potlood, kleurpotlood. Ja, het is met kleurpotlood. Ja, het zijn gewoon printjes en van mensen die ooit op de havenmarkt gelopen hebben, vroeger en nu. En krantenpapier, maar ik kleur het in mijn pot. Want jij herkende het wel dat dit de havenmarkt was, of stond dat erbij? Nee, ik herkende het. Je hebt er vaak gezeten vroeger. Ja, we mochten er eigenlijk nooit naartoe. Maar hoe vind je nou zo'n initiatief? Hoe vind je dat nou zo in de gemeente? Heel erg leuk. Ja, ik vind het een heel leuk initiatief. Voor mensen van de fotoclub en die doen hun ding. En mensen die iets maken, ruimtelijk of hun ding. En ik vond het een heel leuk initiatief. Ja. Dus het is wat jou betreft voor herhaling vatbaar? Jazeker. Ja. En ik ben verrast door de opkomst ook eigenlijk. Ja, we staan hier bij iets heel anders. Ruimtelijk werk heet dat dan officieel. Iets wat beweegt. Een mobiel zou ik zeggen. Of zeg ik het dan niet goed? Nee, ik noem het ook mobiel. Ja. Ja. En u bent de maker. En u heeft zo'n exotische naam. Mag u zelf even voorstellen? Ja. Ik ben Vittorio de Rigo. Dit heeft u zelf bedacht of bent u geïnspireerd door een andere kunstenaar? Ik ben hierbij geïnspireerd door Kenneth Nelson. Een Amerikaan. En die maakt met kabels buizen, maakt die enorme torens. En ik was aan het uitzoeken hoe die dat nou deed, en dat, dus met dit systeem. En eigenlijk is het ook een gemengde techniek, want u heeft het papier ook beschilderd zelf? Ja.
Ja, dus hout, elastiek en papier.